Eerst even een kleine ode aan Paulien van Deutekom. Gisteren werd bekend dat ze op 37-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. Ik zag je opkomen in het schaatsen als leeftijdsgenoot, als ploeggenoot. Ik weet het moment nog goed dat je de ploeg bij elkaar riep en je afscheid aankondigde. Het was goed zo. Je had hard gewerkt al vanaf je 16e. Je brak door onder de vleugels van Wim den Elzen en werd daarna opgenomen als trainingsmaatje in de ploeg van Irene Wüst en Renate Groenewold. Beide wereldkampioen allround. Je werd veel meer dan dat. Naast geliefd ploeggenoot werd je zelf ook wereldkampioen allround in 2008. Niemand die dat ooit voor mogelijk had gehouden. Maar jij bewees wat je kan bereiken door keihard te werken, geloof te houden en nog meer door de wereld tegemoet te treden met een lach. De voor jou zo kenmerkende lach. Dat harde trainen wierp je daarna keihard terug. Je krabbelde op, maar nooit op het niveau van daarvoor. En dat gaf ook niet. Schaatsen had je veel gebracht. Mooie prijzen, wijze lessen en vriendschappen. Het was mooi geweest. Klaar voor een nieuw leven. En nu praat ik in de verleden tijd over jou. De wil om te leven is zo keihard gesmoord door de willekeur van de dood. Zo oneerlijk, zo veel om voor te leven met je man Kai en dochter Linne. Het is je niet gegund. Paulien, je was een prachtmens. Jouw dood is niet te bevatten. Ze zeggen dat 5 seconden stilte op radio een eeuwigheid is. Maar voor jou, voordat we verder gaan met de show, wil ik toch even stil zijn om aan je te denken. Ik denk aan je altijd gulle, hoopvolle lach. Een lach van liefde voor de eeuwigheid.